Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Yakuza Tycoon 2 met Ido. Hi! En we zijn hier nog steeds in het aardig geniale pretpark met alles wat hier is. En als het goed is zitten we ook al een beetje aan het einde van dit jaar wat moeten halen. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk de volgende aflevering dan al gelijk met het nieuwe park kunnen beginnen. Duimstok is kapot gegaan. Welke attractie heet dan weer Duimstok? Die komt van mij af. Oh, de stalen achtbaan. 1, die... Ik heb gewoon grasmaaien, wacht even. Dan, als jij dat doet, gaat het ondertussen regelen en zet ik de stalen achtbaan 1 open. Ja, dan hebben we die open gezet. Maar er komen nog weinig mensen naartoe. Ja, hoe zou dat toch komen? Omdat de bordjes nog gesloten staan. Not yet anymore! Good English. Oh, we hebben echt zonde geld. Wat moeten we ermee? Zwemmen. Ja, dat kan. Kijk, we zitten met onze research. Waterattractie, 22 juni. Maar ook echt die houten achtbaan loopt wel als een gek. Alleen die junior achtbaan loopt niet zo goed meer. Nee. En jouw Wild Mouse achtbaan of die mini achtbaan loopt niet goed. Hoe zal dat hebben? Ja, andere nieuwe achtbaan, die rare ronde draaiend rond dingetje achter iets. Ja, maar weet je, hoe dat... Dat ding door, onder de grond gaat van mij loopt heel goed. Maar, Ido, je moet één ding weten. Ze gaan niet in attracties zitten als het regent. Ja, dat weet ik. Maar zo snel gaat hij niet leeg, de lijn. Want ik zie alleen maar meldingen van dit en dat. Even kijken. Want volgens de research hadden we ook een spookhuis unlocked. Dus die ga ik waarschijnlijk even ergens neerplempen. Klop. Ja, we hebben toch behoorlijk wat geld. Moet er wat met. That's true. En omdat de spookhuis zo stout is geweest, zet ik hem mooi hier in de hoek neer. Waar in de hoek dan? Oh, daar. En ik heb weer last van dit week, dus jullie conversaties gebeuren. Ja, daarachter nog alleen maar wachten. In principe wel, ja. Aufmachen. Aufmachen, Blitzkrieg! Zo, dan gaan gelijk mensen in de spookhuis. Omdat het regent. Nou, eens kijken wat voor een research het wordt. Botboten. Botsbootjes? Nee, botsboten. Ja, oh, botsboten. Je hebt een piratenschip op het water gezet. Ja. Wauw. Goed decor. Bij kasteel een piratenschip. Deel dit. Logisch. En je hebt ook ergens een pompoen erin gezet, zo te zien. Ja! En ergens een ijsblok. Zo koud als ijs! Het is 21 juni. En een blok ijs, ja, dat smelt niet. Ja, nee, logisch. En Diffie smelt natuurlijk ook niet. En een mijn gebeuren. Ja, nee, daar. Ik heb veel meer geplaatst. De botboten.
kijk, wanneer Ido niet meer weet wat hij moet doen, en er zomaar random ding in het park neer gaat plempen. Dat is het niveau. Ik wil dat wel eens uitproberen. Zou je de parkwaardes in de gaten kunnen houden? Nou, dat is 999. Nee, wacht even. Ik wil goed doen. Ik heb een of andere raar iets gevonden in een rollercoaster. En ik weet niet of het gefixt is in deze versie. Het is te maken met je bedrijfswaarde. Dat je ziek gaat boosten. Gaat het wel hard omhoog of niet? Nou, een parkwaardering die staat al 999, dus ik denk niet... Parkwaarde! Ja. Geen parkwaardering? Ja, wat... Nee, er staat bij mij parkwaardering. Waar kijk jij? Links onderin. Of bedoel je iets parkwaarde. Anders? Oh. Waarde! Die oh. Waardering! Oh. Nee. Het is eigenlijk steeds wat lager gegaan, maar oké. Okay. Dan weet ik het dus niet meer. Oh, nu gaat het weer een stukje omhoog. Daar werkt het dus wel keihard. Oké, hij werkt die glitches ook. Doordat het nog steeds werkt. En als volk als een park waren, moet ik boosten, vraag Ido. Nog een waterattractie, 21 juli. Oh, ik denk niet dat we veel attracties meer nodig hebben. Nee, niet echt. Het is nu echt gewoon afwachten tot het bittere eind. Happy New Year. Nee, Ido. Nee. Het is nog geen oud en nieuw. Ik heb twee keer het jaar oud en nieuw. Twee keer het jaar. Oké. Okay. Een dag voor mijn verjaardag is oudjaarsdag. En een dag na mijn verjaardag is nieuwjaarsdag. En natuurlijk 31 december. 1 januari. Ja, dan kan ik dat precies ook zo zeggen. Maar dat doe ik niet. Dat je niet zo bij de hand bent. Precies. Ja, ik wil liever bij de voet. Ik heb alles onder de knie. Is die marketing gebeuren eigenlijk nog wel nodig? Wat je dan eigenlijk al zit te spenderen? Maybe. Wat doe je maybe? Wacht, ik zie zo meteen een crash gebeuren waarschijnlijk. Met die mini-achtbaan. Wat nou, ja. Moet eens kijken waar die stil staat. Mini-achtbaan? Nou, bij mij staat het niet stil. Bij mij is het defect en dan staan we ook bijna twee karretjes op elkaar. Ja, nee, duidelijk. Waarschijnlijk wordt dit... Boom! Of misschien niet, en het bukt gewoon lekker verder. Het scheelde niks. Het was boom geweest. Oh. Phew. Het geld gaat echt te hard naar binnen. We moeten harder uitgaan dan naar binnen nu eigenlijk. Ah, laat het gewoon gaan, jongen. We zijn toch bijna in augustus, bijna in oktober. Let it go, let it go. Ik hoor het glas al breken bij iedereen. Verticale draaimolen 1 is kapot. Nou, bij mij niet. Bij mij loopt hij gewoon soepeltjes door. Ja, ik heb de olie vergeten, sorry. Ja, daar kan ik niks aan doen.
Ik wil die Tom nog even halen. Kijk wat er nou gebeurt in de game. Plonsboten, 21 juli. Ja, nee, duidelijk. Ik zet gewoon alles weer aan van die... En dan gaan we daarna... Research. ...die attractie bouwen en noemen we dan Plonsbob. Is dat al een goed idee? Boomstam attractie 1 is kapot gegaan. Nou, ik heb een leuke naam voor hem. De Bonte Bever. Boomstammen. Mag ik gaan huilen van hoe slecht die grap is? Nee. Duimstok is kapot gegaan. What the fuck is duimstok? Oh, dat is die. En de andere heet ontstopper. Ja, nee. Duidelijk. De enige twee torens van de attracties. Ja, die heet gewoon duimstok en ontstopper. Echt, ik snap niet hoe je zo creatief kunt zijn. Imagination. Of zoiets wat het ook heet. Imagination. Ja, dat is zondag, ja? Ja, en? Ah, oh, ik hoor het geld binnenstromen. Kling, 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 kling. En op zondag hoef je niet na te denken. Dan moet je gewoon domweg rollercoaster gaan spelen. En hoop dat je park niet ontploft. Ja. Yeah. Laat ik daar maar niks over zeggen. Dat is vroeger nog niet gedaan. Een achtbaan gebouwd naar mes laten opblazen. Ja, als je je zo hard verveelt, even gewoon even rollercoaster spelen. Maar je weet niet wat je wil doen. Kun je dat ook nog proberen? Die rollercoaster Tycoon 3, dan vliegt iedereen weg volgens mij. Ja, maar alleen je ziet geen bloed. Ja, het is ook niet de bedoeling dat dat eigenlijk gebeurt. Je moet daar ook wel special effects eraan hangen. Ja, nee. Wat vinden mensen eigenlijk van ons park? Heel erg... kut, hè? Kan ik snappen. Echt, sinds augustus vorig jaar is de parkwaardering constant hetzelfde gebleven. Dus ik vraag me af hoe. En de bezoekersaantallen komen er nog steeds meer. Onze inkomsten worden steeds meer. Saldo zonder lening was steeds meer. De parkwaarde was steeds... ik blijf ongeveer gelijk. Wekelijke winsten stijgen. En maakt soms gewoon 12.000 euro winst. Oh. Attractiekijkers, 12.000 deze maand al. En volgens de saldo zaten we in augustus 2 jaar geleden... zaten we nog bijna bij de nul. Park met de beste achtbaan een prijs gekregen. Lekker. Wekelijkse wind. Oh, dat ziet er ook zo vaag uit. Dan zie je weer een hele inkakker naar beneden. Het haalt weer helemaal speer omhoog. Ah nee, duidelijk. Maar kijk, duidelijk, we winnen. Een achtbaan, 20 augustus. En dat gaat ze dan ook weer. Rest in peace. Over 9 weken zijn de campagnes afgelopen. We hebben bijna 80.000, jongen. Ben. Nou, ik vind het wel mooi. We hebben vorige maand meer dan... Zonder de marketing en dat soort dingetjes... hadden we gewoon meer dan... 14.000 winst. Maar echt, die attractiekaartjes. 13.000 ervan gemaakt. Oh. Jeeverig. En het is al maar 5 augustus en ze beginnen nu alweer met 2000 attractiekaartjes te... Nou, we kunnen de ton nog halen. Ja, nee, daar gaan we niet voor. Maar mensen gaan voortaan weer hun paraplu gebruiken omdat het gaat omweren. Bij mij is het droog.
Maar die paraplu, die verkopen echt als een gek als het regent. Ja. Gooi 20 euro voor een paraplu. Het is wel wat je ervoor over hebt. Precies. Zo, is het nu al boven 4000. Twister 1 is kapot. Niet zo twister. Ik zit nog even af te vragen. Als we aan het einde van dit jaar zitten en we hebben het gehaald. Dan wordt veel ballonnen kapot prikken. Die gaan er natuurlijk allemaal de lucht in. Dat kan nog best wel eens een keer gaan leggen. Ja. Want 2000... Ik zit nu nog maar op 40 frames. 2370 ballonnen. Als we iedereen erbij tellen. Ja. En hoe zeker weet je dat iedereen een ballon heeft? Als we er iedereen bij tellen, zeg ik toch? Als iedereen gewoon een ballon heeft gehaald. Maar ga niet ieder persoontje aanklikken om te kijken of die een ballon heeft. Ik ben wel helemaal gek. Dat is een parkwaardering, gewoon één rechte streep. Mooi toch? Niks meer aan doen toch? Houden zo, en onze geld gaat los in één, gaat echt gewoon in een steeds rechtere streep omhoog gewoon. Oh, mooi. Eentje met de ogen te knipperen, het geld is er weer bij. Nou, ik hoop maar dat we dat in het volgende park ook zo goed doen. Of dat dan fucking slecht gaat. Ik denk het tweede, maar oké. Okay. Ik heb nog wel een keer een park waar je alleen maar achtbanen mag bouwen. Hij onze goal eigenlijk wel gehaald. Van dit park sowieso. Wat was de goal eigenlijk? Nou, een beetje hetzelfde als het park wat we daarvoor deden, dat gigantische park. 1500 bezoekers in je park aan het einde van oktober jaar 4. Hé, het gaat omweren. Het is 32 graden. En de... Heb jij een landschap aanpassing gedaan? Nee, ik heb nog niks gedaan. Wie is dat? Oh ja, natuurlijk, ik heb een paar bankjes geplaatst. Het is 32 graden en die ijsblok, ja, die staat er nog steeds. Gewoon, het is gewoon van koelvloeistof gemaakt. Ja, dat kan. Echt koehoehoe, jongen. Omgekeerde mini-achtbaan. Ja, hebben we daar toevallig wel wat aan? Nee, niet echt, maar... Maar we hadden al veel meer geld kunnen hebben. Als die bank, zo'n bankdingetje maar eerder hadden gehad. Ja, dat is het enige nadeel wat we hadden. Maar het is nu allemaal nog niks. Topspin, ik heb een leuke naam voor hem. Ik moet eens kijken hoe die heet. Suikerspin, really? Ja. Ik dacht dat je creatief was met die ontstopper en duimstok. Maar dit, nee. Als je is heel ver gezocht. Als je een suikerspin wil, haal het dan even eentje. Ga het dan niet in attractienamen doen. En dat geldt precies hetzelfde voor een ontstopper en een duimstok. Weet je wat een duimstok is? Ja. Mooi zo. Maar weet je hoe ik op die naam kom? Nee. Zucht. Dat weet ik dan weer niet. Wil je het weten? Nou, ja, misschien. Het geheimpje van Smit. Yes, please. Nou, ik denk dat we sowieso nog wel de 100.000 gaan halen, denk ik. Nee hoor. Vast wel. Dan moeten nu een paar mensen in moeten gaan cheaten. Oh! Met spot strooien. Ja, of ik tik tegen mijn plopfilter aan op mijn microfoon, of jij strooit met dingen in elke zoiets. Ja, nee, dat is altijd zo. Dat is iedere keer hetzelfde.
Gek is dat. Ja. Nog een achtbaan. Winkelverkoop, 6.000. Ja, dat wil zeggen, money, money. Oh, ja. En ieder moment hebben we het gehaald. Ik save pas een keer voor de veiligheid. Ik heb nog maar 28 frames. Je weet dat het nog wat begin september is. Of ja, augustus, maar oké. Okay. Wacht, september hebben we natuurlijk ook nog. En daarna oktober. Goedemorgen, Ido. Heb je lekker geslapen toevallig? Lekker met een dekentje. En lekker met een teddybeer. Huh? Teddy boeboe. Ja, precies dat. Oh, die tong gaan we nog wel makkelijk zijn halen. Oké, okay, maar even een vraagje. Attractiebouw, plus 250 in juli. Hoe de fuck kregen we daar winst mee? Ja, hoe? Me. Attractiebouw, plus 2 in mei. Ja, daar kreeg ik ook al naar. Van hoe hebben we die plus 2 gehaald? Waar moet die plus 2 vandaan komen eigenlijk? Geen idee. Zou er ergens een verdwaalde int zijn of zo? Jullie, oké, dan begrijp ik dat nog wel een beetje met de spookhuis volgens mij. Oké, we gaan de 100.000 sowieso wel halen, hè, manies. Zou er een achievement zijn op Steam? Ik heb het niet via Steam, maar oké. Okay. Ja, ik ook niet. Ik heb spel zoals... mijn spel ben ik nog voor een derde keer zelfs te halen. Vraag je, waarom 3 keer? Ik heb het gewoon hier in mijn kist liggen. Ja, ik heb hier een DLC pack. Wat originele game in zat. Die was toen goedkoper. Ik heb hier de originele game toen die uitkwam. En ik kon nog het deel 1 alle DLC's hebben. Nou, als ik deel 2 en 3 erbij neem. Plus alle DLC pakketten. Ben ik goedkoper uit een DLC pakketten los te kopen. Want bij mij hier in deze kist ligt Rollercoaster Tycoon 1. Alle DLC pakket gebeuren. Rollercoaster Tycoon 1 met alle DLC pakket gebeuren. En Rollercoaster Tycoon 3 Gold Edition. De Gold Edition is toch niet alle DLC pakketten toch? Nee, alleen dat water gebeuren. Die zwembaden. Wat ook maar zijn. Maar daar kan ik echt niet meer aankomen. Wat je ook proberen. Klopt. Ik weet niet waar dat mee komt. En toen ik DLC een keer wilde halen bij de Intertoys toen nog, was dat gewoon serieus €45. Oké, nog 500 euro. Freaking DLC! €45! Ja, en 900, nog 1 keer naar de 100 en we hebben 100.000 monies. Nee hoor. Mij wel. Ja, maar ik ben een server, hè, in dit geval, dus van mijn money moet je uitgaan. Maar bij mij regent weer, dus al die parapluën worden nu verkocht. And that money! Nog 500. Rest in peace, een stopper is kapot gegaan. En? Hoe moet ik nou mijn wc ontstoppen als ik geen ontstopper heb? Volgens mij was dat een beetje later reactie van, oké. Nee, ik kreeg een breakbeeld op mijn telefoon. Wauw. 4 persoonskarretje. 18 september zal een achtbaan. Voor. Achtbaan gebeuren. Ja, achtbaan gebeuren. Nee, interessant. Welke achtbaan? Dat weet ik niet, dat staat er niet bij. Schoolkarretjes. Omgekeerde haarspeld achtbaan. Creatief. Die ga ik bouwen. Zitten we net aan de 100.000, ga je weer wat spul bouwen? Nee, dat moet je niet doen. Nou, toch ga ik het doen. Dan doe het. Zoals Dunkin' Donuts. Ja, nee, dat.
Och, ga de Winnie de Hoek maken. Wat ga jij nou weer doen? Ik kan niet hoger bouwen. Wauw. Goed bezig. Ja, deze komt ook van zijn geld af. Altijd min 20, min 20, min 20. Min 5. Ziet er ook heel vaag uit. Gewoon zo'n één stuk grond. Gewoon een beetje de hoogte in. Omdat er een beetje achtbaan op moet staan. Hoe hard zou deze achtbaan dadelijk gaan? Behoorlijk hard, denk ik. Het is zien van die rode eurotekens onder de grond vandaan komen. Dit is achtbaan niet al te lang bouwen. Zit ik te hoog? Zit je serieus te hoog? Oh, dat is 25 meter, dat 28 stond. Goed bezig. I did it! Oh, ik kan niet zelfs geen intrans plaatsen, dat is te hoog. Oh my god, je bent wel weer goed bezig zo te zien. Met andere woorden. Ik heb verkeerd. Ik heb niet goed ge. Oké, het zijn dus zulke karretjes. Oh god, nee. Oh my god, hoe hard gaat dat ding wel niet? 106. Je verliest dus heel veel snelheid. Ja, altijd niet eens. Nou, ik wil geen remmen te plaatsen. Dat kan wel weer positief zijn. Nou, we zitten in ieder geval in een oktober, dus dat is fijn. En we nog steeds 105.000. Lekker. Van Nazi. Ja, nee, dat. Nee, de vraag, gaat hij nou die bocht ook halen? Ja. Waarschijnlijk te veel karretjes, denk ik. I don't care! Wat ben je allemaal aan het doen? Klein pad aan het aanleggen. Klein? Ik weet niet of dat jouw perspectief is van klein, want dat is best wel een lang pad.
Wat ben je toch allemaal aan het doen? We hebben toch genoeg geld. Zo lang pad voor zo'n achtbaan. Er lopen gewoon paden overal. En wat doe je? Ja, precies. Hè? Jij snapt het, er lopen overal paden. Volgens mij ben je gewoon een doolhof aan het creëren, maar dan met paden. Hé, jij snapt het eindelijk. Wat ben ik al die episodes al mee bezig geweest? Nou, fijn. Nou ja, of dat zo fijn is, is maar een vraag. Plezier waren, 0.44. Sneeuw en ijs thema, ja, in oktober. Dan kun je beter in de winter doen, maar ja, de winter is er niet. Ugh. Mark, moet je kijken naar die resultaten. Ultra extreem? Oh my god, nee, daar durft niemand in. Oh, nu ik hem gratis maak? Ik denk het niet. Bitterkijsvader, zeer hoog. Nou, nog steeds niet extreem. Hey, nu je toch bezig bent. Moment. Zet ik, dit ding er wel even gelijk bij. Oh my god. Die gaan ze wel nodig hebben als ze uit die achtbaan komen. Gelijk naar de eerste hulp. Oh, kun je niet even meteen een ambulance zetten? Zoiets. Wat bijna nodig. Jezus. Halleluja. Wanneer ieder te ver gaat met achtbanen maken, krijg je dit soort shit. Jesus shit, he cries. Ik kan in ieder geval zeggen dat we met het bouwen van die achtbaan nog steeds winst hebben gemaakt. Gewoon 10.000. Jezus. Ja, en dan zitten we alweer bijna op het eindpunt. Dus ik denk dat het maar beter is dat je even gaat opslaan. Ja. Voordat het echt begint te laggen. En alle karretjes zijn wel in beweging. Ja, nee, fijn. Ik denk dat de intensiteitswaarde ook te maken heeft met de fucking snelheid die ook maakt. Gaat helemaal onder de grond door en komt weer bovenuit. Surprise! 31 oktober, kom maar hier. Kom maar hier, Halloween. Kom de papa. Papa de mama. Is het al? We... Every moment. Hebben we gewonnen? Duizend. Hebben we gewind? Ja! Gefeliciteerd, je hebt je doelstelling bereikt met een bedrijfswaarde van 443.730 euro. En dat van afzetters IQ. Ik had het niet verwacht. Zullen we een andere map gaan doen? Ja, dat lijkt me wel de verstandige idee. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.